NEC kreeg afgelopen maandag een nieuwe kans tegen Jong Ajax, maar wist die niet te benutten. Er werd door de club promotie naar de Eredivisie niet meer in eigen hand heeft. Trainer Pepijn Leijners had er maandag vanaf de bank moeite mee. Gefrustreerd. Zonde. Ja, pijnlijk ook, omdat je weet hoe belangrijk die wedstrijd was. Dat is niet oké. Want dat is wel... Op het moment dat het echt moet gebeuren, dan moet je gewoon klinisch zijn. Dan moet je ook een beetje geluk hebben waarschijnlijk. Maar ja, dan moeten we het dan dwing je wel af. Zeker de tweede helft waar we echt goed spelen. Waar hun gewoon niks meer te brengen hebben. En waar we ook fysiek gezien nog, ondanks de vele wedstrijden en ondanks dat hun 5 frisse spelers erin brachten. Tot we dan nog zo kunnen spelen en zo'n tweede helft op de mat kunnen leggen. Dan baal je als een stekker natuurlijk. Ja. Het resultaat van afgelopen maandag heeft weinig effect op het team. Teleurgesteld, maar ik heb ook gezegd meteen die eerste 5 minuten toen we het kleding aankomen. Boys, morgen vrij. Hè? We komen laat terug. Neem je rust en spelen natuurlijk heel veel wedstrijden. Maar woensdag is iedereen 100% op het moment dat ze hier zijn. En iedereen met één doel en de 6 punten pakken in de komende 2. En dat doen ze goed getraind dus. Ja. Leijners heeft nog alle vertrouwen in de titel. Ja, luister, iedereen gelooft wel. Hoor. Iedereen is nog steeds... Het zou ook slecht zijn om dat niet te doen. Kijk, het glas is half vol of waar is de kraan? Dat is eigenlijk het beste. Gewoon 6 punten pakken. Dat is echt het doel. En dan uiteindelijk kijken waar we staan. Door de blessure van Braken moeten er wat wijzigingen worden doorgevoerd. Maar dat zorgt niet voor problemen. Nou, ze hebben daar veel gespeeld, dus dat is ook niet zo'n probleem. Het is wel iets, hoe zeg ik dat? Het is iets onvoorspelbaarder als Anders en Sven in de spits. Ferdi is natuurlijk een speler die heel veel zwerft, heel goed is in 1 tegen 1, heel goed is, maar die heeft een bepaalde onvoorspelbaarheid, individueel gezien. Dus dat brengt de andere type spel in de as. Dus daar moeten we goed mee omgaan met die andere spelers, zodat we dan nog steeds het spel verplaatsen, wat Atjeba natuurlijk daarvoor heel goed deed. In de uitwedstrijd tegen Jong AZ won NEC overtuigend met 2-7. Dat zou voor nu ook een mooi resultaat zijn. Ja, min die 2, maar ja, 2-7, dat zou ideaal zijn. Maar 7-2 dan, hè. Maar we moeten... Maar dat is niet, dat is allemaal leuk en aardig. Dat gaat natuurlijk nergens over. Elke wedstrijd is een aparte wedstrijd. Dus als je dat, wij moeten gewoon focussen om goed te staan. Als we druk zetten, maar dan echt doordekken. Maar gewoon een goede start van de wedstrijd creëren. Ondanks waar we vandaan komen. En dan met de Goffert en dan volle bak door als het kan. Maar anders gewoon wedstrijd winnen. 6 punten, dat is het allerbelangrijkste. Vrijdag om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen Jong AZ.